deze. En natuurlijk. Scheelt niet veel. Welkom allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. We gaan vandaag even een updateje doen over hoe en wat. We zijn in Duivenhok, Duiven zijn een beetje gemoedig, want het is voede tijd. We hebben hier de 405, zoals je kan zien. Even kijken, 2, 4, 6, 8, 9. Komt de laatste pen nu door. Dus zijn de duiven bijna of zo goed als klaar met de rui. Het is de bedoeling om straks 5 januari de duiven te koppelen. Dat betekent volle maan en dus volgens de maanstanden gaan wij koppelen. Dus als wij 5 januari koppelen, dat betekent dus ook dat dan de jonkies rond, ik dacht dat het dan 5 of 6 februari, dat ze dan uitkomen. En dat betekent dan dus ook weer dat met volle maan is. En dan dus dat we het meeste zonlicht of het meeste natuurlijk licht voor de jonge duiven kunnen krijgen. Maar van de maanstandtheorie ga ik natuurlijk nog uitleggen in een andere video. En daar ben ik mee bezig, maar dat duurt nog even. Maar die zal binnenkort ook online komen. Ik heb het hok vandaag weer schoongemaakt. Het gebeurt nu eigenlijk maar één keer in de week. Eigenlijk een beetje jammer, maar er is gewoon bijna geen tijd voor. Omdat ik thuis kom is het alweer donker en is het eigenlijk gewoon voeren en dan weer weg. Door het water zit nog steeds knoflook, zoals je kunt zien. Ook gaat er één keer in de week Naturalina van Natural erheen. Knoflook heeft natuurlijk een goede eigenschap tegen van alles en nog wat. Kun je heel makkelijk op Google opzoeken. Ik kan het hier wel allemaal gaan vertellen, maar dan wordt het een beetje saai, denk ik. Dit is de Tiger Crystal Delfin. Het is bijna helemaal wit. Scheelt niet heel veel meer. Ze zijn verder mooi schoon, geen luizen. Dus dat scheelt. Deze is klaar met de rui. Ze heeft nog altijd hier dit veertje een beetje raar zitten. Is ergens tijdens de rui als jonkie gebeurd en is altijd zo gebleven. Dus mooi laten zitten. Deze laatste pen moet nog een klein stukje. Deze komt natuurlijk op de Tiger Crystal Doffer. Dus daar krijgen we ook weer Tiger Crystals uit. En die zullen over het algemeen bijna zwart geboren worden met misschien enkel wit. Deze had alleen een witte nek. De rest was eigenlijk zo goed als zwart. Maar dat weten jullie uit voorgaande video's wel natuurlijk. Het is een mooie volle duivin. Heeft het als jonkie niet echt laten zien. Ik heb hem 2 keer op moeten halen. Dus als jaarling gaan we het bekijken. Ze is natuurlijk gewoon gebleven omdat het een duif van mijn dochter is. Als jaarling proberen we het nog een keer. En dan hier de 609. Mijn beste duivin. Ik heb besloten om hier alleen nog mee te kweken. Dus deze gaat aankomend jaar op 3 verschillende doffers. En dan hebben we er 6 jonkies van. En dan kijken hoe die het gaan doen. De laatste pen komt mooi door. Dus als we 5 januari gaan koppelen, dan zijn ze mooi door de rui heen. Dit is de 976. Een van de betere jonkies als jonk. Deze moet ook, alleen de laatste pen nog. En hij komt al door, puntjes zie je. Dus deze is 5 januari ook mooi klaar. Het is een mooie duif in de hand. We moeten er nog een doffer voor uitzoeken. Maar het is de bedoeling dat ik straks voor het koppelen met mijn opa samen de koppels ga samenstellen. En dan hopen dat we wat mooie jonkies eruit kunnen kweken. We gaan natuurlijk met de jonge duiven niet vliegen, of tenminste niet het jonge duivenseizoen. Wel de natoeën en misschien wel een trainingsvluchtje of zo, maar het ligt er maar net aan hoeveel tijd en zin ik daaraan heb. Het is in ieder geval voor aankomend jaar gewoon de focus op de oude duiven.
En dan zien we het wel. Dan zijn dit de duivinnen. En er zit nog één doffer bij. Dat is die daar. En die is misschien ook een doffer, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus ja, we gaan dan naar de doffers. Dan zijn we hier bij de doffers. Dan hebben we hier eerst de tiger quizzle. En je kan het verschil zien tussen deze en natuurlijk de Davin. Dit is een echte, qua kleur een tiger quizzle, zijn allebei tiger quizzle natuurlijk. Hij staat aan deze kant wel op 10 pennen. En aan deze kant moet de laatste nog komen. Dus hij zal 5 januari ook klaar zijn. Een mooie volle doffer, net als de Delfin. Dus ik denk dat die wel mooi op elkaar kunnen. Er zit ook wel een mooi oog in. Het is moeilijk te zien op de camera. De duiven hebben er al wel zin aan, maar ik zelf nog niet. Dus ja. En hier natuurlijk de bonte doffer. Staat nog op 9, dus de laatste moet nog doorkomen. En dat geldt aan deze kant net zo. Mooie doffer. Ik heb hem al op verschillende duivinnen gehad. Als jonkie was het beter dan als jaarling, maar ik laat hem nog even zitten voor als oude duif en dan kijken wat hij dan doet. Mooi bont. We hebben hier de 160, geloof een 20ste in de afdeling, tegen 10.503 duiven. Ik moet nog één pen en dan is hij ook klaar. De vader van deze doffer heb ik ook nog en de moeder ook nog. Maar het koppel zet ik niet weer terug op elkaar, want ik wil daar de 609 een keer op hebben op die doffer. Om te kijken of die het dan misschien samen ook kunnen. Deze doffer is ook een keer 4 weken weg geweest, maar daarna wel is ze zelf weer teruggekomen en niet ergens anders op een hok gezeten. Gezien de poten zo zwart waren als ik weet niet wat. Dus ja, kijken wat die eigenlijk als jaarling zal doen. Dat was natuurlijk eigenlijk nog niet helemaal een jonge duif meer. Dat was natuurlijk een laadje. Dan hebben we hier de vader van de 160. Dit is ook de oudste doffer van het hok. En deze deed op zich op de vond wel goed. Hij was niet echt per se vroeg of zo, maar hij kwam toch wel goed mee. En aangezien het met de doffers toch nog niet ging zoals ik wou. En hij natuurlijk wel een jonk heeft die een 20ste vloog in de afdeling. Dacht ik, dan laat ik jou nog even een jaartje zitten. En dan zetten we hier voor het aankomend seizoen de 609 op. Ik merk wel dat de doffers wat zwaarder zijn dan de duivinnen. Dus daar moeten we nog even rekening mee houden tot aan 5 januari. Dat we deze iets lichter gaan voeren. Ik vind dit geweldige doffer in de hand. Nou hopen dat hij met 609 wat mooie jonkies kan geven. Deze zullen de eerste ronde samen gaan doen. En dan zal die duivin voor de tweede ronde op een andere doffer gaan. Die doffer zou ik nou even pakken. En dat is deze doffer. De jonkie, of de jonge duivin, heb ik jullie net ook laten zien. Dit was de 976. Daar is dit de vader van. Het is een hele grof gespierde doffer. Die echt helemaal opgepompt is. Dus daar gaat de 609 voor de tweede ronde op. Kijken of we daar ook wat moois uit kunnen halen. Net zoals die jongen daar vindt natuurlijk. Ze hadden toen één eitje kapot. Dus vandaar dat er maar één jonkie van was. Beetje jammer, want ik had graag 2 van zulke willen hebben natuurlijk. Deze doffer heb ik niet meer gevlogen, dus die zal eigenlijk al lang klaar met de rui. Ik
kweekduiven gaan toch wat sneller dan de vliegduiven. Ja, dan zijn jullie op deze manier toch weer een beetje op de hoogte van hoe het hier een beetje gaat. Het is verder natuurlijk rustig en dat zal bij iedereen hetzelfde zijn. Sommigen zijn natuurlijk al begonnen met koppelen of met kweken, wat ik heb gezien op Facebook. Voor mij wordt het gewoon 5 januari en daar hou ik mij aan vast. Dan is het volle maan en dan kunnen we hopen op de beste resultaten. En anderzijds hebben we gewoon alles eraan gedaan wat wij konden doen. En dan is het dan aan de duif om te laten zien wat ze in zich hebben of niet. Nou, we hebben de duif ook gevoerd. Dat is dit ook weer het einde van de video. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Kan je hier beneden doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!